Goedemiddag allemaal. Hallo, kunnen jullie nog even stil zijn? We gaan beginnen. Het voelt als een eer jullie hier in deze prachtige zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal welkom te mogen heten. Ik wil jullie allereerst vragen om jullie mobiele telefoontjes voor deze openingsceremonie even in je tas te stoppen, even op stil te zetten. Dat zou heel fijn zijn. Allereerst een bijzonder warm welkom aan mevrouw Ankie Brokkers-Knol, de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en sinds jaar en dag onze gastvrouw. Daarnaast ook een hartelijk welkom aan de heer IJssel van de Oostenrijkse ambassade. Ik heb al gemerkt dat het Nederlands u zeer goed afgaat, dus met uw goedvinden zal ook de speech van de Oostenrijkse delegatie in het Nederlands plaatsvinden. Voordat ik mevrouw Brokkers-Knol het woord geef, zou ik graag kort mijn eigen MEP-ervaring met jullie willen delen. Want ik kan me namelijk voorstellen dat jullie denken, wie is deze voorzitter vandaag eigenlijk? 10 jaar geleden zat ik zelf waar jullie nu zitten. In 2008 deed ik mee als deelnemer, volgens mij was het in de commissie Onderzoek, Industrie en Energie. En we vertegenwoordigden het land Slowakije. Ik herinner me dat dat toen enorme indruk maakte om te mogen spreken in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. En om eerlijk te zijn, het maakt nu net zoveel indruk om hier weer te zijn. Die eerste MEP-ervaringen 10 jaar geleden hebben met mij een politiek vlammetje doen ontwaken. En ik weet zeker dat het MEP enorm eraan heeft bijgedragen dat ik nu een hartstikke leuke baan heb in Hartje Den Haag. Maar het heeft ook een MEP-vlam doen ontwaken. Ik zou daarbij kort een ervaring met jullie willen delen die voor mij heel bijzonder is geweest. Afgelopen jaren hebben wij met een groep van 40 meppers, en die zitten hier, een aantal zitten hier ook in de zaal, een fantastische internationale conferentie georganiseerd. We hebben meer dan 200 leerlingen uit 30 landen naar Nederland gehaald. We hebben fantastische debatten gevoerd en we hebben ons eigen EU-jongerenverdrag in het Europees Parlement in Brussel mogen presenteren. De oudste organisator was pas 25 en de jongste 16. Wat ik jullie dus graag zou willen meegeven is dat het MEP niet ophoudt na deze week. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat jonge mensen, jonge slimme mensen zoals jullie, betrokken blijven bij het MEP. Daar bloeit de organisatie namelijk van op en dat heeft het MEP ook nodig. En er zijn talloze manieren om je steentje bij te dragen. Op je school, in je provincie en ook bij MEP Nederland. En dan weet ik zeker dat het MEP een fantastische toekomst tegemoet gaat. Dan geef ik nu graag het woord aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Ankie Brokkers-Knol. En ik doe dat bij voorkeur van, we doen dat vanaf het spreekgestoel, dat werkt wat makkelijker. Ja. Staat die microfoon? Ja, die staat aan. Mevrouw de voorzitter, excellent, heer IJssel. Heer IJssel, ik ben ervan overtuigd dat Sie mir verzeihen kunnen dat ik zelfverständlich mijn collega's Europarlementariër op Hollandisch toespreche heute. Collega parlementariërs, dames en heren, welkom in de Eerste Kamer voor de opening van het Model European Parliament Nederland 2018. Deze hele week zijn jullie Europarlementariërs. Helaas zonder het bijbehorende salaris, maar voor de rest is het prima. En ook niet die onkostenvergoeding, hè, waar net het Europese Hof iets over gezegd heeft. De afgelopen dagen zijn jullie nog regionaal, maar vanaf nu 3 dagen nationaal. En uiteindelijk zal een aantal van jullie deel gaan nemen aan de 49ste Model European Parliament in Toledo en Madrid. En daarom is dit model ook zo bijzonder. Het verenigt op een bijna vanzelfsprekende manier de 3 niveaus in de politiek. Lokaal, regionaal, nationaal en als laatste, hoe kan het ook anders, het Europese. Zoals jullie wel weten, zijn er in 2019 verkiezingen voor het Europees Parlement. Op donderdag 23 mei om precies te zijn.
En jullie kunnen ook merken dat de verschillende politieke partijen in Nederland zich daar al warm voor lopen. Dat kun je in de krant lezen, je ziet het op de televisie en je hoort het op de radio. De verschillende politieke partijen in Nederland maken zich er ook druk over hoe dat zal gaan. Kandidaten melden zich, lijsttrekkers worden gekozen en ook de discussie wie voor Nederland lid van de Europese Commissie gaat worden. Blijft dat Frans Timmermans, Partij van de Arbeid? Terwijl we een coalitie hebben van 4 andere partijen, niet met de Partij van de Arbeid. Dus dat is altijd een punt. Wat gaan we doen? Blijft degene die er zit of komt er een nieuwe? In ieder geval, dat is een gezelschapsspel, een soort nieuw gezelschap, een beetje zo van kaarten. En weet je wel, zo'n beetje van dat kaartspel om te kijken wie het gaat worden. Maar wisten jullie dat ook tegelijkertijd in deze Kamer het een en ander gaat veranderen? En dat zullen jullie ongetwijfeld weten. Want vlak na de Europese verkiezingen, 4 dagen later op 27 mei, kiezen de leden van Provinciale Staten, en die worden in maart 2019 gekozen, die kiezen op 27 mei 2019 een nieuwe Eerste Kamer. En daarmee wordt dus in totaliteit 2019 een belangrijk jaar, zowel regionaal, provincies, nationaal, de Eerste Kamer, en Europees, namelijk het Europees Parlement. Dus het is een mooie timing voor jullie nu met dit model European Parliament. De laatste maanden van het huidige Europees Parlement en de Europese Commissie zijn aangebroken. En daar komt dan ook nog bij dat de Brexit aanstaande is in het voorjaar van 2019. Dus er komt nog eens een extra spannende periode bij. En intussen zien we een steeds groter van het verschil van mening tussen de lidstaten van de Europese Unie over bijvoorbeeld de staat van de rechtsstaat en hoe gaan we om met migranten, ook over de samenwerking rond de klimaatproblematiek in Europa. En steeds meer lijken nationale en regionale belangen tegenover de Europese belangen te komen te staan, terwijl aan de andere kant juist die samenwerking in Europa zo ongelooflijk belangrijk is. Juist nu zou de Europese Unie zich van haar sterkste kant moeten laten zien, als het betreft bijvoorbeeld een vraagstuk als migratie. Een land alleen kan dat niet oplossen. En ook die staat van de rechtsstaat, dat is het hart van de Europese Unie. Daar moeten we met z'n allen voor staan. De Europese samenwerking, onder andere op defensiegebied, daar moeten we voor staan met elkaar. En hoe we daar met elkaar omgaan, dan komt onze ware Europese identiteit boven water. En misschien ook wel onze toekomstbestendigheid. Het is dus zaak om juist nu te laten zien dat de Europese Unie er werkelijk toe doet. En Oostenrijk speelt daar als voorzitter van de Raad van de Europese Unie op dit moment een belangrijke rol. En daar zal de heer Eissel, chargé d'affaires van de ambassade van Oostenrijk, jullie straks vast meer over vertellen. Ik denk dat de heer Eissel dat in het Nederlands gaat doen. Nou ja, oké. Maar jullie Duits is vast ook heel goed, want jullie zijn Europarlementariërs per slot van rekening. Jullie nemen in dit model European Parliament dus ook echt de rol van Europarlementariërs over. In de onderwerpen die jullie behandelen, komt een aantal van deze thema's uitgebreid terug. Jullie zullen ervaren hoe complex die onderwerpen zijn. En jullie zullen debatteren en vergaderen, nou, tot je er bijna bij neervalt. Om jullie een klein beetje te helpen, geef ik jullie 4 gouden tips. En die tips die heb ik ook altijd meegegeven aan mijn studenten Moot Court, dat is de oefenrechtbank van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Mijn eerste tip is altijd KISS. KISS, K-I-S-S. Keep it short and simple. Hele lange zinnen die in ongeveer 3 alinea's beslaan, doe dat niet. Hou het kort en eenvoudig, zodat iedereen je kan begrijpen. Let ook op je pokerface en wees bewust van je lichaamstaal. Als je een beetje zo zielig erbij gaat zitten, dan denken ze, ha, die kunnen we te pakken nemen. En als je een beetje rechtop gaat zitten, nou, dan werkt dat misschien wel dat ze een beetje geïntimideerd zijn. Dus denk ook aan je lichaamstaal. Een derde advies is,
Probeer ook je kaken op elkaar te houden. Wacht waar de ander mee komt. En ik zal de dames onder jullie even toch zeggen dat ik weet vanuit eigen ervaring als vrouw dat vrouwen altijd de neiging hebben om meteen verbaal ergens op in te gaan. Maar doe dit nou niet. Denk van, goh joh, ga gerust verder. En laat dan ook rustig die stilte vallen. De wederpartij die komt met een voorstel. En je zegt niks. En dan wordt hij zenuwachtig. En dan denkt hij, ja, ik moet er toch iets aan toevoegen. Ik moet er toch nog iets aan afdoen. Ik moet nog iets meer zeggen. Op dat moment kun je toeslaan. En het vierde advies is, en dat is een heel belangrijk advies, luister goed. En luisteren naar wat er echt gezegd wordt, maar probeer ook te horen wat ze niet zeggen, maar wel bedoelen en wel willen. Dus luister goed. En onderbreek iemand bij voorkeur dan ook niet als hij iets zegt, want dan ben jij aan de verliezende kant. Laat hem uitspreken en denk, ik ben benieuwd wat daarachter steekt. Dus luister goed. Nou, dit is echt een schooljuffrouw, hè? Zij excuus daarvoor. Ik hoop dat jullie de komende dagen leren om voor je eigen standpunten te vechten. Maar ik hoop ook dat jullie je laten overtuigen door de argumenten van een ander. Als er goede argumenten zijn, dan moet je op een gegeven moment ook daarvan overtuigd zijn en daar ook wat mee doen. En niet denken alleen maar, het is de wederpartij, wat hij ook zegt, het is sowieso negatief. Op die manier komen we niet verder, niet in dit land en niet Europees en ook niet wereldwijd. En politiek is compromissen sluiten. En dat zullen jullie wel merken, want het is een ware kunst om een compromis te sluiten dat je toch met opgeheven hoofd aan je achterban kan uitleggen. Jullie moeten straks twee belangen voor ogen houden. Het gemeenschappelijk Europees belang en het nationale belang van je lidstaat. En weet dus goed wat je zelf wil. En hou vast aan die kernpunten die je voor jezelf belangrijk vindt. En dan verlies je je geloofwaardigheid niet. Collega-parlementariërs, kijk naar boven. In het midden van het plafond zien jullie kinderen waarvan er eentje met zijn been over de rand komt. Die kinderen worden ook wel de kinderen van staat genoemd. En daar zit een verhaal achter. En dat verhaal betekent dat zij geschilderd zijn om de mensen die in deze zaal 350 jaar geleden al vergaderden, want deze zaal dateert uit 1655, om die toen al de Staten-Generaal vergaderden hier, om die eraan te herinneren dat er besluiten genomen worden over de toekomst van de kinderen. En dat is ook jullie toekomst. Want waar wij allemaal mee bezig zijn, nationaal, Europees, maar ook wereldwijd, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, is de toekomst, de kinderen die de wereld na ons bevolken en daar weer leiding aan geven. Het doet me enorm veel genoegen dat jullie hier zijn. Jullie zijn de generatie van morgen. Jullie zijn de toekomstige bestuurders, de toekomstige politici van Nederland en van de Europese Unie. Het is daarom een uitgelezen kans dat jullie vandaag met het lastige, maar o zo boeiende en verantwoordelijke werk van parlementariër beginnen met oefenen. En ik wens jullie daar heel erg veel succes, maar ook heel veel plezier bij. Dank jullie wel. Hartelijk dank mevrouw Broekers-Knol voor deze mooie woorden. Ik denk dat er inmiddels generaties meppers zijn opgegroeid die het KIS-model meer dan onder de knie hebben dankzij uw uitleg elk jaar. Misschien ook wel het echte KIS-model. Hartelijk dank. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer IJssel, charge d'affaires van de ambassade van Oostenrijk in Nederland. Voorzitter, delegatieleden, dames en heren.
namens de Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie hartelijk welkom naar Model European Parliament Nederland 2018. It's a big honor and pleasure for me to be present here on behalf of the Austrian presidency. The cooperation with the European Parliament is essential. It's essential because we as Council, together with you, with the parliamentarians, we create the laws, we create the legal framework of the European Union. So it's important to work together in areas as industry, science, energy, international trade, environment, foreign affairs, regional development, culture, and education. The Union touches the lives of all, and so it's important, and also as Fawcett had said, to work together to find compromises to create a better future for all of us. The motto of the Austrian EU Council presidency is a Europe that protects, because at this moment, this is what the European people expect most from us. There are many challenges around. You see it from the East, you have James from the West. People feel frightened. People ask for answers, also for political leaders, for politicians, also from parliamentarians. Europe that protects means, for example, in the case of the Austrian presidency, we want to push further European progress in the area of security, on the migration challenge, on economic prosperity, and also, which is very important to the heart of an Austrian, to bring our friends from the Western Balkans, Southeastern Europe, nearer to us so that we'll be soon members of the European Union. So following the motto, KISS, keep it simple and short. Once again, it's great that you're all here. I'm sure you will enjoy it very much. And it's essential for you to build this common European future. And also good luck for the European elections next year. Hartelijk bedankt. Hartelijk dank. Ik denk dat het nu tijd is dat jullie zelf in actie gaan komen. We gaan namelijk starten met de landenspeeches. Ik herinner jullie er graag aan dat deze niet langer dan 5 minuten mogen duren. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik de spreker vragen om de speech af te ronden. We zullen zo direct starten met de landenspeech van Oostenrijk als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. En vervolgens zullen alle landen op alfabetische volgorde aan het woord komen. Ik geef nu graag als eerste het woord aan de delegatieleider van de Oostenrijkse delegatie. Geacht presidium, ambassadeur van Oostenrijk, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Het is mij een enorme eer om hier vandaag namens het land Oostenrijk te mogen staan. Oostenrijk is een welvarend land waar ook veel goeds over te zeggen valt. Graag neem ik u mee terug in de tijd om een kijkje te nemen in de geschiedenis. Rond het jaar 100 zijn onze grote steden Wenen en Salzburg gesticht door de Romeinen. Na de val van het Romeinse Rijk hebben er verschillende stammen in Oostenrijk gewoond en in 996 werd voor het eerst de naam Oostenrijk vermeld. In de 18e eeuw brak er een welvarend tijdperk aan, waarin vooral Wenen enorm opbloeide. Beroemde componisten als Mozart, Beethoven en Schubert leefden in onze hoofdstad en in de stad zelf werden veel paleizen gebouwd. We hebben veel verschillende regeringsvormen gekend en Wenen is voor een lange tijd één van de grootste en rijkste steden van de hele wereld geweest. Maar helaas, deze welvaart duurde niet voor altijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Oostenrijk haar onafhankelijkheid. We werden bestuurd als een provincie en de naam Oostenrijk werd ingeruild voor Ostmark. Na de Tweede Wereldoorlog werd ons land verdeeld onder de geallieerden. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bezetten delen van ons land en zelfs onze hoofdstad, Wenen, werd opgesplitst. Maar deze verdeling kwam gelukkig tot een eind in 1955, toen we weer een zelfstandige, onafhankelijke staat werden. In 1995 sloten we ons aan bij de Europese Unie, wat een grote stap in de goede richting bleek te zijn.
Dankzij de samenwerking met de Europese lidstaten zagen wij onder andere de mogelijkheid om binnen de Europese handel een grote rol te gaan spelen. Op dit moment exporteert Oostenrijk 71% van haar exportproducten naar andere lidstaten en 78% van onze import komt uit landen die ook lid zijn van de Europese Unie. Daarnaast hebben we een positieve invloed op de Europese politiek kunnen krijgen. We houden het lijntje met de Europese Unie kort via een permanente vertegenwoordiging van Oostenrijk in Brussel. Zo zorgen wij ervoor dat de belangen van Oostenrijk optimaal worden vertegenwoordigd. Van juli tot en met december 2018 hebben wij de eer gekregen om het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op ons te mogen nemen. We zien het als een grote verantwoordelijkheid om onze belangrijke taken binnen zowel Oostenrijk als de Europese Unie op de juiste manier te vervullen. En natuurlijk kunnen wij, Oostenrijkers, op onszelf al een heel eind komen. Zo zouden we zelfvoorzienend kunnen zijn in de productie van voedsel. Kunnen we veel mineralen in de bodem van Oostenrijk vinden die noodzakelijk voor de industrie zijn. En hebben we een prachtig skigebied waardoor toerisme een mooie bron van inkomsten voor ons is. Desondanks geloven wij in de voordelen van Europese samenwerking. En dat heeft ons veel gebracht. Sinds onze toetreding tot de Europese Unie in 1995 hebben we onze relaties met andere lidstaten verder ontwikkeld. Hebben we ons meer in kunnen zetten voor de bescherming van het milieu. En is de koopkracht van onze burgers significant toegenomen. De Europese Unie is meer dan de optelsom van de individuele lidstaten. Met andere woorden, als wij, Europeanen, de handen ineens slaan, creëren we synergetische voordelen waar we allemaal van profiteren. Met gepaste trots sta ik hier namens Oostenrijk. Een land met maar 8,6 miljoen inwoners. Een land met een verleden dat pieken en dalen heeft gekend. Maar wel een land dat door samen te werken zeer welvarend is geworden. Oostenrijk staat sterk. Samen staan we veel sterker. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de delegatieleider van België. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Een land dat veel heeft doorstaan. Een land dat al 60 jaar trots lid is van onze Europese Unie. Een land, een bijzonder land, België. Een land waar niet alleen de Walloniërs en de Vlamingen samenwonen, maar nog vele andere rijke culturen. Deze variëteit van mensen is misschien iets dat ons als land heel sterk maakt. En wij omarmen dit. We hebben namelijk heel veel doorstaan, maar dit hebben we zeker niet alleen gedaan. In het begin van ons land kwam er al samenwerking met het buitenland voor. In 1830 wouden wij onafhankelijk worden, onafhankelijk van de noordelijke Nederlanden. Dit lukte ons bijna, op onszelf, tot in 1831 Nederland probeerde ons te heroveren. Toen waren het de Fransen die ons hielpen. De Fransen zorgden ervoor dat wij een onafhankelijk land zijn geworden waar we trots op kunnen zijn. 1914, de Eerste Wereldoorlog. Een donkere periode waar we met vele anderen hebben moeten strijden voor onze vrijheid. Het leek geen manier mogelijk hieruit los te komen tot we toetraden tot de geallieerden. Een Europese samenwerking waardoor deze oorlog tot het einde kwam. De Tweede Wereldoorlog. Nog veel erger. Een zwarte bladzijde in onze wereldgeschiedenis. En toch hebben we dit overleefd door samen te werken. Het enige dat we hierover kunnen zeggen is dat nooit weer. Hier begon het begin van onze Europese Unie. Hier kwamen ideeën in ons op waardoor we dachten het moet anders. Het kan nooit weer zo erg worden. In 1950 besloten wij samen met 5 andere landen in onze huidige Europese Unie een gemeenschap te vormen. De Europese gemeenschap. Samen met Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland en Luxemburg hebben wij een organisatie gecreëerd die ervoor zorgde dat we nu in een vreedzaam en stabiel klimaat leven. Onze voorouders hebben ervoor gezorgd dat wij nu trots kunnen zijn op ons Europa. Als we nu denken aan België, denken we misschien aan onze friet, de wafels, de rode duivels of aan de vele speciaalbiertjes. Maar toch hebben wij meer inhoud. We zijn als klein land met toch wel 11,35 miljoen inwoners
heel trots op onze drie gewesten, Wallonië, Vlaanderen en Brussel, een bruisende hoofdstad met vele culturen en talen. En ondanks een crisis zijn we er weer bovenop gekomen, staan we op een hele mooie plek van de 31ste plek op de Europese wereldranglijst, waar we trots op kunnen zijn als klein land. We zijn een sterk land, maar zonder onze Europese Unie zijn we hier niet gekomen. We zijn dus nog geen eens zo dom als al die bogen op ons doen voorkomen. En we zijn met ons motto, Eendracht maakt macht, heel ver gekomen. Alleen kunnen we er komen, maar we hebben zoveel al samen gedaan, dat we samen met de Europese Unie geloven nog veel verder te kunnen komen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de delegatieleider van Cyprus. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Iedereen leent wel eens zijn fiets uit. En eveneens wil iedereen dan ook zijn fiets terug. Wij Cyprioten begrijpen dit maar al te goed. En daarom wil Cyprus dan wel direct, dan wel indirect, de steun die Europa, het land van schoonheid, heeft gebracht, terugbetalen. Dicht bij het plaatsje Pafos ligt de rots van Afrodite, de godin van de schoonheid. Hier is ze geboren. Met luid geraas steeg ze op uit de zee en kwam op deze prachtige rots op het koperen eiland. O Fragos, tis Afroditis. Op dezelfde wijze rees Cyprus op uit deze crisis van 2013 en bevindt zich nu op de rots. Van waaruit het land kan gaan bouwen aan een stevige, krachtige en betere toekomst. In het jaar 2013 kromp onze economie wel 13%. Je zou haast zeggen dat het een ongeluksgetal is. Een succesvolle wederopbouw met een snel dalende werkloosheid, snel stijgend BBP en eveneens snel stijgende groei daarvan is een feit. Dit was mogelijk door een eenheid. De EU. Maar ook door de bijbehorende euro. 1 euro. Ik heb hier een tiende van een euro. Dit muntje van 10 cent is gemaakt van koper. De overeenkomsten tussen Cyprus en koper zijn allemaal aanwezig. Naast dat het metaal veel in de grond zit in Cyprus, is het ook een sterk metaal. Sterk, net als Cyprus. In haar turbulente historie heeft Cyprus een hoge druk gehad op het eiland. Maar zoals Thomas Carlyle al zei, no pressure, no diamonds. Verder is koper slechts één van de elementen uit het periodieke stelsel. Zoals 10 cent slechts een tiende is van een euro. En net zoals Cyprus slechts een bouwsteen is in de Europese Unie. In Cyprus geloven we in het volgende. Samenkomen is een begin. Samen blijven is een vooruitgang. Samenwerken is een succes. Cyprus wil serieus samenwerken. Als Europa moeten we samen sterk staan. Als de wereld klappen aan ons uitdeelt, dan kunnen wij terugmeppen. Ieder zou een ander een euro moeten gunnen. En daarom geloven wij in 1 euro. 1 EU en 1 Europa. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de delegatieleider van Denemarken. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Denemarken, het land dat van koning Arthur, grootse vikingen en van krijgers en zeevaarders naar een land van kunst, cultuur en technologie is ontwikkeld. Het prachtige land met meer fietsen dan auto's en meer varkens dan mensen.
Het land dat op nummer 3 staat in de World Ranking List of Happiness en waar zeker 5,7 miljoen mensen in harmonie met elkaar samenleven. De grootste waarde van de Deense cultuur is haar vrijheid. De vrijheid om persoonlijke keuzes te maken en om betrokkenheid te benadrukken. Hetgeen wat de Deense democratie zo succesvol heeft gemaakt. En samen met de filosofische opvattingen over het leven van Kierkegaard en natuurlijk de sprookjes van Hans Christian Andersen zijn de Denen zo ruim georiënteerd en staan ze open voor elke vorm van kritiek. En zo zijn de Denen zich van de Vikingen tot nu al bewust van het goede leven en wat er voor de vereisten zijn. Vandaag de dag hebben de Denen het maar al te goed voor elkaar. Van economie tot zorg en van onderwijs tot politiek. Een BBP die al jaren stabiel en torenhoog is, hoge levensverwachtingen en vrijheid voor een ieder. De economie van Denemarken is niet zomaar succesvol geworden. Na de Tweede Wereldoorlog besloot Denemarken om de industriële sectors drastisch uit te breiden. Hiermee zette het land zich op de kaart van de EU. En Denemarken staat niet alleen in de Europese top qua handel en industrie, ook op het gebied van duurzaamheid zijn de Denen echte wereldleiders. Het land veranderde van een landbouwland in een land waar de technische innovatie tegenwoordig meer dan 25% bijdraagt aan het BBP. En zo blijkt dat de Denen ondertussen een onmisbaar onderdeel zijn geworden in de grote machine die wij de EU noemen. Het zorgsysteem in Denemarken is om een voorbeeld aan te nemen. Het zorgsysteem is volledig door de overheid geregeld. Een soort ik zorg voor jou, jij zorgt voor mij en samen zorgen we voor elkaar. Publieke verantwoordelijkheid en solidariteit staan daarbij centraal. De ziekenhuizen hebben 3 doelen voor ogen. Patiënttevredenheid, kwaliteit van de zorg en kostenefficiëntie. Een visie die bij vele Europese landen nog ontmist. Maar zijn dit niet ook de doelen die de Europese Unie moet nastreven? Burgertevredenheid, kwaliteit en efficiënt omgaan met onze centjes? Hygge is Deens voor gezelligheid. Een van de belangrijkste punten in de nationale cultuur. Het staat voor saamhorigheid en solidariteit als basis en vrijgevigheid en open armen zijn cruciaal. De Deense bevolking is vooruitstrevend en hecht veel waarde aan gelijkheid. En dat is wel terug te zien in het feit dat de cultuur van de Vikingen de enige was waarbij mannen en vrouwen op gelijke voet stonden. De Denen hebben een vrije cultuur en staan altijd open voor kritiek. En dat is precies wat wij als vertegenwoordigers van Denemarken ook hebben. Denemarken bestaat uit meer dan 400 eilanden, die allemaal verbonden zijn door bruggen en veerdiensten. En dat allemaal omdat de Denen zo'n sterk gevoel van saamhorigheid kennen. En exact die saamhorigheid heeft geleid tot de prachtige positie op de World Ranking List of Happiness. En nee, dat is zeker geen sprookje. Die saamhorigheid is iets wat wij alle gemeen hebben met de Denen. Wij zijn ook allemaal verbonden. En wij zijn dan misschien niet letterlijk allemaal verbonden door bruggen en veerdiensten. Nee. Wij zijn allen verbonden door de Europese Unie. Dank u wel. Hartelijk dank. Dan is nu het woord aan Duitsland. Gastpresidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Duitsland. Land van de bratwurst, land van bier, land van Adidas, land van Aldi, maar ook het land van het Wirtschaftswunder en Wirtschaffendas. Ik kan zo wel doorgaan met nog meer stereotypen en clichés over Duitsland. Maar ik weet, bij iedereen in deze zaal, maar vooral bij iedereen in heel Europa, uiteindelijk één aspect zal blijven hangen. De geschiedenis. Waar andere landen trots door het geschiedenis waren. En leiders uitroepen tot nationale helden, de straten volzetten met standbeelden, kan en doet Duitsland dat niet. Want de geschiedenis is duister. Maar wat doe je als je schaamt voor je geschiedenis? Dan haal je de wijze les eruit, je leert ervan, je gaat er verder zonder het te vergeten. Of zoals de Duitse filosoof Immanuel Kant ooit zei, alle kennis komt uit ervaring. Zo stond Duitsland, na de allesvernietigende Tweede Wereldoorlog, aan de wieg van de Europese Unie. Zo staat Duitsland, heden ten dagen, volledig achter de Europese eenheid en de Europese Unie. Want Duitsland weet hoe zwaar deling kan zijn.
Want de Duitse deling is nog zo'n zwarte pagina uit de geschiedenis. Wij weten hoe deze streuze deling kan zijn, maar juist daardoor hebben wij geleerd hoe waardevol de eenheid kan zijn. Niet voor niets groeide Duitsland na de val van de muren en de hereniging van Oost en West uit tot de sterkste economie van Europa. Niet voor niets groeide Berlijn na 1981 uit tot een culturele metropool behorend tot de wereldtop. Al deze succesverhalen doen ons stuk voor stuk geloven in het Europese eenheid door diversiteit. Want juist in deze tijd, waar buitenlandse bedrijven, buitenlandse mogendheden ons sterkste uit elkaar proberen te drijven, is eenheid belangrijk. Want met een onvoorspelbare Trump in het westen, een agressieve Poetin in het oosten, een migrantenstroom vanuit het zuiden, een China aan de andere kant van de wereld dat doet wat ze wil, en vooral de grote dreiging van klimaatverandering, toch wel dicht aan de horizon, juist op dat moment, dan is verdeeldheid het laatste wat we kunnen gebruiken. Wanneer we omhuurd zijn door problemen, dan kiest de Duitser ervoor de muur te laten vallen. Daarom vinden wij onze veiligheid niet zozeer in eurosympathieke landen, maar zien we vooral het gevaar in euroscepticisme. Euroscepticisme als gevaar voor de Europese Unie, als gevaar voor een zekere toekomst. Want de anno 2018, dan moet onze agenda niet volstaan met interne akkefietjes en onderlinge ruzies, maar met concrete plannen om als één politieke entiteit de globale problemen op te lossen. Wij wijken niet voor problemen. En als het ooit fout gaat, dan denken we aan Friedrich Nietzsche met zijn alles wat me niet doodt, maakt me sterker. Want na alles wat de Duitsers hebben meegemaakt, na alle grote fouten die ze hebben begaan, maar juist na alle leermomenten die ze hebben gepakt, zijn ze er uiteindelijk bovenop gekomen. En hoe? Doorgaan zonder de geschiedenis te vergeten. Een schoolvoorbeeld voor de Europese Unie. Want al met al, tientallen, al niet honderden jaren van turbulente geschiedenis leren Duitsland waardevolle lessen over eenheid en geopolitieke veranderingen. Want juist in deze tijd, met alle problemen die we moeten oplossen, boren lidstaten te geloven in de Europese Unie en de Europese eenheid. Juist in deze tijd moeten we ze niet uit elkaar laten drijven, als landen niet tegenover, maar naast elkaar staan. Want als Duitsland door te herenigen zoveel kan bereiken, wat kan een verenigd Europa dan wel niet bereiken? Opdat wij als Europese Unie tegen elk probleem vanuit west of het oosten aan de andere kant van de wereld van de horizon kunnen zeggen, wir schaffen das. Dank u wel. Veel dank. De volgende delegatieleider die ik graag het woord zou willen geven is de delegatieleider van Frankrijk. Député, président, collègues parlementaires et d'autres personnes présentes. Vive la France et vive la Révolution. Frankrijk. Zij is het eerste Europese land dat zichzelf ontdeed aan de duisternis der dictatorschap. Wiens blauwe haan sinds het begin der democratie haar liberté uitkrijt over het Europa gegrepen door duistere machten. Niet alleen tijdens de periode van absoluut monarchisme, maar ook tijdens de periode der communisme en fascisme. Zij is het land van herkomst der grote denkers der verlichting. Montesquieu, Voltaire en Rousseau. Het is simpel, het is duidelijk, het is onontkoombaar. Frankrijk is en was de baken der vrijheid van niet alleen Europa, maar van alle 7 continenten van de wereld. Zij was aanwezig bij de creatie van de Europese Unie en zij zal haar begeleiden, steunen en tegemoetkomen. Tot het einde der tijden. Zij is niet alleen het land van haar
superieure ambiance, croissants en Tour de France. Maar ook haar eenheid en broederschap zijn zeer belangrijk. Zij is de geboorteplaats van de grootste invloedrijkste mensen in de geschiedenis. Neem keizer Napoleon Bonaparte. Zonder wie het metrisch systeem, welk evident superieur is aan alle anderen, nooit in zo grote mate ingevoerd zou zijn. Zonder wie een groter aantal landen geen constitutie zou kennen. Zonder wie velen van ons een leven zouden leiden zonder achternaam. Van de veldslag bij Alesia tot aan de strijd tegen IS. Frankrijk en haar burgers hebben altijd al gestreden voor hun vrijheid. Maar, hoewel Frankrijk in vele opzichten accelereert, moet ook zij samenwerken met haar Europese broeders en zusters. Ook zij staat in haar eentje fragiel. Samen, dat is het toverwoord. Samen moeten wij ten strijde trekken tegen de onrechtvaardigheden van de wereld. Hoewel wij allemaal verschillend zijn, het ene land is iets beter in voetbal dan het ander, om een voorbeeld te geven. Zijn wij allen Europese burgers? Zijn wij één volk? Natuurlijk met de nodige verschillen. Echter blijft het feit bestaan dat wij samen sterker zijn dan in ons uppie. Dat ons volk, ja ons volk, ons Europese volk zich moet verenigen. Dat wij onze aandacht moeten richten op de overeenkomsten die er tussen ons bestaan. Dat wij onze boog niet moeten spannen jegens elk ander, maar juist naar de echte bedreigingen. Ik vertolk u de waarheid. Wij zijn allemaal Nederlander. Somos todos español. Nous sommes tous français. En nogmaals, ik vertel u, auch ich bin ein Berliner. Wij zijn elkaars landgenoten, elkaars kennissen, elkaars buren, elkaars vrienden. Wij zijn elkaars familie. Mesdames et messieurs, liberté, égalité et fraternité. Dank u wel. Hartelijk dank. De volgende delegatieleider die ik aan het woord zal laten is de delegatieleider van Hongarije. Geacht presidium, mede-Europarlementariërs en overige aanwezigen. Ik weet, door de rol van de media in Europa, dat jullie een bepaald beeld van Hongarije hebben gekregen, veroorzaakt door het verschil van inzicht over ons beleid. Maar ik moet jullie teleurstellen. Hier ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga het vandaag niet hebben over Viktor Orbán. Waar ik het wel over wil hebben, zijn de dingen waar we het wel over eens zullen zijn en waar wij, Hongaren, heel trots op zijn. Ons land met 10 miljoen inwoners herbergt een mooi contrast tussen de prachtige natuur van de oneindige poesta's en het bruisende leven in onze hoofdstad Boedapest. Onze stad werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van Boeddha en O-Boeddha op de westelijke oever van de Donau met Pest op de oostelijke oever. En sindsdien heet het Boedapest. Hier wonen 2 miljoen van mijn landgenoten. Het noordwesten van Hongarije doormaakt door de gunstige locatie in Europa een sterke economische groei. Maar Boedapest is nu nog de grote motor achter de Hongaarse economie. Verder heeft de stad een dominante rol op bijna alle gebieden, zoals handel, industrie en is het culturele hart van Centraal-Europa. Dit is mede omdat Hongarije al in de communistische tijd, ondanks het IJzeren Gordijn, relatief vrij en welvarend was. Daarom was de modernisering naar een vrij Europees land een relatief kleine stap voor ons.
Dankzij deze vrijheid werd Hongarije al in 1999 NAVO-lid. Terug naar het heden. Hongarije hoeft nauwelijks voedsel te importeren, want we zijn nagenoeg zelfvoorzienend. Met een beetje kennis en hulp van Europa heeft ons land de potentie uit te groeien tot de voedselschuur van Europa. Zo ook voor veeteelt. Met onze uitgestrekte graslanden hebben we nou eenmaal gewoon veel ruimte om heerlijk mals rundvlees te produceren voor Europa. Het hoeft dus niet meer van heel ver te komen, wat de ecologische voetafdruk van een lapje vlees behoorlijk zal verkleinen. Daarbij wil ik trouwens ook nog melden dat Hongarije goedkope arbeid heeft, wat nou ja, niet zo is in de rest van alle Europese landen. En ook wel een goede infrastructuur. Daarmee wil ik zeggen eigenlijk dat Hongarije een heel erg interessant land voor Europa is om zaken mee te doen. Misschien is dat niet iets waar jullie op het eerste moment aan denken, Hongarije. Maar Hongarije maakt het dus wel mogelijk om alle goedkope arbeid van Europa uit te voeren. En het maakt Hongarije dus het land bij uitstek om fabrieken te vestigen en productiecapaciteit terug naar Europa te brengen. Zo houden we van ontwerp tot eindproduct de hele keten in Europa. Duitsland, Nederland en Oostenrijk zien die mogelijkheden al en investeren jaarlijks vele miljoenen in de Hongaarse economie. Tot slot is Boedapest een favoriete bestemming voor tal van studiereizen vanuit Europa. Ja, tal voor studiereizen vanuit heel Europa. Heel Europa. Hongarije is pro-Europa. Hopelijk weten jullie nu dat Hongarije meer is dan Viktor Orbán en dat wij veel goeds te bieden hebben. Bedankt voor het woord. Veel dank. De volgende delegatieleider die ik naar voren wil vragen is de delegatieleider van Ierland. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Wanneer je bijvoorbeeld aan Ierland denkt, denk je gelijk aan Trinity College of St. Patrick's Day of aan die groene kabouter met die klavertjes 4. Maar wat je waarschijnlijk niet weet is dat Halloween ook uit Ierland komt. Of dat er per jaar in Ierland 155 liter bier per persoon wordt verzet. Of dat er meer Ieren buiten Ierland wonen dan binnen Ierland. Want Ierland is een prachtig land. Die dit ook goed doet in de Europese Unie. Sinds 1 januari 1973 horen wij daarbij. We zijn alleen geen lid van het Schengengebied. Dit houdt in dat we geen open grenzen hebben met de rest van Europa. Onze export gaat voor 51% naar de Europese Unie en bestaat voornamelijk uit groot- en detailhandel. En Ierland heeft 11 leden in het Europese parlement en Phil Hogan vertegenwoordigt ons in de Europese Commissie. Maar momenteel zit Ierland met een probleem. De Brexit. Want wij Ierland worden door de Brexit als Europese Unie het hardst getroffen. Sinds het Goede Vrijdagakkoord, was er namelijk een open grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Nu het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk uit de Europese Unie gaat, is er veel discussie over wat we nou met die grens moeten gaan doen. Bijna niemand wil dat er namelijk een echte grens met volledige controle komt. Want in onze 500 kilometer lange grens met Noord-Ierland zijn namelijk 275 grensovergangen. En even ter verduidelijking, dat zijn er heel veel. Langs de volledige oostkust zitten er namelijk 137. Van Finland tot en met Griekenland. Een open grens houden is ook niet mogelijk, omdat het tot veel complicaties zou zorgen tussen Noord-Ierland en Engeland zelf. Er zijn bij alle opties felle voor- en tegenstanders. Maar de Europese Unie heeft verklaard er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Ierland niet zal lijden onder de Brexit. Wij maken ons sterk voor een oplossing waar alle partijen een goede oplossing vinden. Zodat de Britten en de Europeanen tevreden gesteld zijn
en alle Ieren, zowel buiten als binnen Ierland, met een gerust hart in een groene kabouterpak tijdens St. Patrick's Day lekker hun bier kunnen opdrinken. Dank u wel. Dan is nu het woord aan Italië. Geacht presidium, medeparlementariërs en andere aanwezigen. Stap met mij mee in de tijdmachine en laat mij u een beeld schetsen van het begin van het krachtige land dat wij vandaag de dag Italië noemen. De oorsprong van zo'n krachtig land ligt natuurlijk bij een krachtig volk. En dat klopt. Na de daling van de Etruskische invloed in Italië kwam de wereldmacht Rome op. Rome was de bron van het enorme Romeinse keizerrijk dat zich uitstrekte over heel Europa en zelfs zijn grenzen daarbuiten had liggen. Over het bewind van de machtige keizer Trajanus strekte de macht van Rome zich uit van Engeland tot aan Egypte. Zo ligt de oorsprong van Italië bij een krachtig volk. Een volk dat cultuur voorop stelde. Architecten waren, maar tegelijkertijd ook vechters. Zo heeft keizer Trajanus de Romeinse cultuur verspreid over heel Europa en zo de basis gelegd voor de Europese cultuur. Vandaag de dag zijn Italianen niet meer zo bloeddorstig als de Romeinen ooit waren, maar ze hebben wel bepaalde aspecten van de Romeinse cultuur behouden. Ze zijn nog steeds gepassioneerd over hun vaderland, appreciëren hun eigen cultuur en houden wel van een drankje. Maar Italiaanse stereotypen gaan veel verder dan dat. We zijn de koffiedrinkers, de ijskunstenaars, de macho-mannen, de Vespa-rijders. En echte Italianen leven om te eten. Voor de antipasti, de focaccia, de pizza, de lasagne. En niet te vergeten natuurlijk de heerlijke gelato. Het land waar de limoncello in volle teugen wordt gedronken en de scroppino vaak geserveerd wordt. De familiemensen, waar la mama natuurlijk altijd het woord zeg heeft en la papa soms beter zijn mond kan houden. Clichés zijn onvermijdelijk en ze zijn zeker ook niet allemaal te ontkennen. Sommige zijn onzin, bij anderen ligt de waarheid erg dichtbij. Italië is trots op zijn cultuur en leeft de stereotypen maar al te graag na. Maar Italië gaat verder dan de stereotypes over zijn volk. Italië is het land van de prachtige bergen, de Alpen, de Dolomieten, van de grote rivieren en van de meren en rivieren. Het land van de Vesuvius en het land van de Etna. De warme zomers en de zachte winters, waardoor mensen als trekvogels voor de winter vluchten en massaal naar Italië vertrekken. Het land met de rijkste flora van Europa. Het land waar Leonardo da Vinci als renaissance-ideaal geschiedenis schreef. Het land waar Michelangelo de meester van de fresco's was. Politiek gezien wordt Italië momenteel geleid door een tweekamerparlement, waar president Sergio Mattarella het staatshoofd van is. Maar de politiek in ons al zo mooie landje liep niet altijd op rolletjes. De invloed van het fascisme bracht een donkere periode met zich mee voor de Italiaanse politiek. En de periode daarna bracht meerdere corruptieschandalen aan het licht. Hierna volgden een vijftigtal kabinetten elkaar snel op en werd per referendum een nieuw kiesstelsel verkozen. Italië was laat met de industrialisatie en was tot na de Tweede Wereldoorlog vooral een landbouwstaat. Maar al gauw kwam Italië op en ontstond de verandering van een sterk agrarisch land in een moderne industriële staat. Vandaag de dag is Italië een van de grootste exporteurs van Europa. We staan sterk in onze schoenen en willen economisch gezien graag verder groeien. Maar een enorm land brengt een enorme schaduw met zich mee. En zo heeft het krachtige Italië ook zijn schaduwzijde. Italië kwam in de serieuze problemen na het uitbreken van de economische crisis in 2008. Echter zijn we er zonder Europees steunpakket weer bovenop gekomen en hebben we onszelf herwonnen. Maar zoals het cliché zegt, de zon schijnt eeuwig in het o zo zonnige Italië. En dat zal ook gelden voor de toekomst van ons land. We willen ons steentje bijdragen en deel vormen van de prachtige Europese Unie. We groeien elke dag en dragen nog steeds de strijdlust van het Romeinse volk in ons. Una nella diversità. Wij zijn in verscheidenheid verenigd. Samenwerking, daar willen wij aan bijdragen. Dan wil ik graag afsluiten met een ode aan Europa. Salute, op een mooi en sterk Europa. Dank u wel. De volgende spreker is de delegatieleider van Litouwen. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Litouwen.
Het land dat niet alleen één van de drie Baltische staten genoemd kan worden. Nee, dan zou je Litouwen tekort doen. Litouwen heeft namelijk veel meer te bieden dan dit. Litouwen heeft namelijk haar eigen cultuur en eigen pracht ontwikkeld door haar eigen geschiedenis. Dus laten we vooral daarbij beginnen. Het begon allemaal met een staat die zich uitstrekte van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. Een rijk dat rijk werd door het verhandelen van barnsteen en dat in overvloed aanwezig was in dit land. Een staat die machtig was door haar ideale geografische ligging. Uiteraard is zo'n rijke staat ook aantrekkelijk voor de andere staten en dit hebben we in onze geschiedenis dan ook moeten ondervinden. Een geschiedenis die vol staat met veroveringen, onderdrukkingen en bezettingen van ons land. Ons land werd meegesleept in vele oorlogen. Hierin is ons land meerdere malen vernietigd en opnieuw opgebouwd. Tijdens deze zware periode is ons land vele dingen aangepast. Zo moesten we zelfs ons eigen schrift inleveren. Zoals misschien ook wel begrijpelijk is, is dat dit een donkere periode is in ons verleden. Maar zoals het gezegde luidt, na regen komt zonneschijn. Zo ook voor ons. Sinds 1990 zijn wij officieel een onafhankelijke staat en hier zijn wij ongelooflijk trots op. En dit hebben we niet alleen aan onszelf te danken, maar dit hebben we bereikt door samenwerkingen en vriendschappen over de grenzen heen. En juist hierdoor erkennen wij het belang van samenwerkingen tussen landen en zijn wij sinds 2004 trots lid van de EU. Onze geschiedenis is hedendaags nog goed terug te vinden in de binnenstad van onze hoofdstad Vilnius. Deze stad wordt gesierd door ontelbare prachtige gebouwen die later zijn heropgebouwd. Een van de gebouwen hier is een van de oudste universiteiten van Europa. Daarnaast zijn er ook prachtige gerestaureerde kastelen en is de cultuur van vroeger na alle verwoestingen alsnog bewaard gebleven. Ook de natuur in Litouwen is prachtig. Zo hebben wij een van de hoogste zandduinen van Europa bij het plaatsje Nida. Kortom, wij zijn onwijs trots dat wij hier als onafhankelijke staat deel mogen uitmaken van de Europese Unie. En zo zijn we dan ook hier trots om te mogen staan. En we weten dan ook dat we samen een veel groter doel kunnen bereiken dan alleen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de Nederlandse delegatieleider. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Nederland, een klein land, maar alleen qua oppervlakte. We zijn klein, maar we kunnen heel groot zijn. We zijn klein in vergelijking met de zee, die als het water te hoog komt ons hele land kan overspoelen. Maar we zijn groot in vergelijking met de deltawerken en de dijken die we hebben gebouwd om diezelfde zee tegen te houden. We zijn klein in de ogen van kaartenmakers, maar we zijn groot in de ogen van al die mensen die naar Nederland vluchten, op zoek naar een veilig thuis. We zijn klein in het aantal vierkante meters, maar we zijn groot in het aantal fietsen, waarvan we er zelfs meer hebben dan inwoners. We zijn een klein land dat gevuld wordt door een groot aantal culturen en meningen die stuk voor stuk getolereerd worden. We zijn een klein land met lange mensen. Misschien komt dat wel door het grote aantal stroopwafels, dropjes en boterhammen met kaas en hagelslag die we eten. We hebben een heel klein aantal bergen, maar we kennen een groot aantal grootse namen. Denk hierbij aan Victor Hees, de vader van de wifi en de technologie erachter. Denk hierbij aan Maarten van der Weijden, die zo'n grote afstand zwom voor kankeronderzoek. Denk hierbij aan Aletta Jacobs, die zich hard maakte voor vrouwenrechten en als eerste vrouw ging studeren. We zijn een klein land als je ons probeert aan te wijzen op een wereldkaart, maar we zijn groot op het gebied van vrijheid en democratie. Groot op het gebied als je wilt doen en denken wat je wilt. Kortom, we zijn groot met woorden en daden. Maar ook onze dromen zijn groot. We dromen van een wereld waarin iedereen een veilig thuis heeft. We dromen van een wereld waarin iedereen onderwijs kan volgen en zo meer garantie heeft op een baan. We dromen van een duurzame wereld waarin onze winnende auto's uit de Solar Challenge de benzineauto's vervangen
en ons afval optimaal gerecycled wordt. En we dromen ervan dat iedereen zich voor deze belangen net zo groot zal inzetten als Maarten van der Weijden, Victor Hees en Aletta Jacobs. Namens de delegatie Nederland kan ik u vertellen dat wij vol trots aanwezig zijn als lid van de Europese Unie. Want door onze handen ineen te slaan kunnen we veel grootse dingen bereiken en de wereld voor iedereen een beetje mooier maken. Samen maken we grote dromen waar. En daarbij kan iedere hand, groot of klein, bij gebruikt worden. Dank u wel. Dank u wel. De volgende delegatieleider is van de Poolse delegatie. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. In sommige levens zijn er dingen die achteraf niet goed waren. Maar dat zijn gebeurtenissen die niet terug te draaien zijn. Zo ook in het leven van Polen. In zijn jonge, onafhankelijke jaren van de 20e eeuw kreeg hij het verkeerde voorbeeld. Miste een warm gezin vol goede raad. Hitler heeft Polen vernederd. Met Heim ins Reich moest de Poolse bevolking plaatsmaken voor het Arische ras. De 6 concentratiekampen die in Polen gebouwd waren vormden het centrum van de Holocaust die door Europa beheerst werd. In de Koude Oorlog was Polen een van de volksdemocratieën van Stalin. Een democratie die zijn naam niet waard was, omdat de gekozen communistische leiders enkel gehoor gaven aan hun grote leider in Moskou. Goede opvoeders waren ze dus niet. Hitler en Stalin hebben hun littekens achtergelaten in de Poolse maatschappij. Want hoewel het goed gaat met Polen, de economie stijgt sinds 2014 jaarlijks met meer dan 3%, de weerstand tegen de bemoeienis uit Brussel, zoals het vaak genoemd wordt, is enorm. En zo gek is dat helemaal niet. Een getraumatiseerde puber, zo kunnen we Polen wel noemen, komt natuurlijk in opstand tegen gezaghebbers die alles op alles zetten om een verloren opvoeding te redden. En wat, vraag ik u, is de beste manier om zo'n getraumatiseerde puber toch bij de les te houden? Om hem toch iets mee te geven, zodat hij zich kan blijven ontwikkelen? Volgens mij is het tijd dat we luisteren naar wat Polen ons te zeggen heeft. Echt luisteren, bedoel ik. Want het rechtsextremisme en nationalisme dat ontzettend veel aanhang krijgt in Polen is een schreeuw om aandacht. En hoewel hun boodschap is zich te willen distancieren van Europa, is het volgens mij een oproep aan Europa om Polen en de Poolse groeiende economie serieuzer te nemen. Een oproep om in plaats van werknemers te stimuleren elders in Europa te werken, de Poolse eigen arbeidsmarkt en scholing te stimuleren. Want zijn we ons er wel van bewust welke rol Polen heeft voor de Europese Unie? Met Polen aan de oostgrens kunnen wij ons sterk maken tegen het Rusland van Poetin. En dat dat een onvoorspelbaar Rusland is, weten we allemaal. Een EU-lidmaatschap biedt geen garanties meer. Uit de EU stappen is voor landen niet langer een ondenkbaar scenario. Polen lijkt misschien een opstandige puber die op eigen houtje de wijde wereld in wil trekken. Maar wij redden het ook niet zonder elkaar. Polen heeft de EU nodig en de EU-Polen evenzeer. Dus laten wij als Europese Unie het puberale Polen omarmen en hem het warme gezin geven dat hij verdient. Veel dank. Dan is nu het woord aan de delegatieleider van Portugal. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. De oude dame van Europa, dat is Portugal.
Al 900 jaar bestaan wij onafgebroken. Wat een geschiedenis. 11 miljoen mensen leven er maar in Portugal. Maar we hebben het leven van miljarden beïnvloed. Over de hele wereld. Over die hele wereld voeren onze schepen. Van Afrika tot aan Amerika. Overal waren wij. De chilipeper brachten wij naar India. Zonder Portugal geen curry's. De ukulele brachten wij naar Hawaii. Het instrument van Hawaii. En de theetijd brachten wij naar Engeland. En overal wordt onze taal gesproken. In 9 verschillende landen. Waaronder zelfs Brazilië. De grootmacht van Zuid-Amerika. Wat een invloeden. Wat een geschiedenis. Ja, soms leek het voor ons Portugezen alsof het alleen maar avontuurlijk was en mooi om Portugees te zijn. Maar dat was niet altijd zo. De onverslaanbaar lijkende Napoleon viel ons aan. 3 maal. 3 maal. Maar telkens konden wij ons land beschermen. En ook de Spanjaarden vielen ons meerdere keren aan. Maar altijd konden we ons tegen hen verweren. En zelfs de natuur maakte het ons niet makkelijk. Een aardbeving in Lissabon vermoordde, doodde 100.000 mensen. Maar altijd, altijd kwamen wij er weer bovenop. En konden we ons mooie land bewaren. Met prachtige plekken, zoals Cabo da Roca, het meest westelijke punt van Europa. Daarom zeggen wij in Portugal ook wel Oost-West, West-West. Maar niet alleen waren onze prestaties mooi, we waren ook altijd als eerste. Een trendsetter zou je ons wel kunnen noemen. Het eerste koloniale rijk. Het eerste land dat slavenhandel verbood. Het eerste land dat om Afrika naar India voer. En het eerste land dat de doodstraf afschafte. Altijd was Portugal innovatief, vernieuwend en progressief. En nog steeds zijn wij een voorloper. Zelfs na de crisis die ons hart raakte, maar waaruit wij weer terug aan het komen zijn. Portugal is onderweg sterker dan ooit te worden, drijvend op diezelfde progressiviteit als vroeger. We zijn de EU ook dankbaar voor hun steun tijdens de crisis en willen ons graag inzetten voor EU-samenwerking op alle gebieden. Van vrouwenrechten tot het milieuvraagstuk. We willen ons best doen om Portugal, om als Portugal samen met de andere Europese landen op een vernieuwende en innovatieve manier Europa en de wereld te verbeteren. We zullen ons hiervoor inzetten en verwachten dat ook van de andere landen. Op die manier worden wij weer groot. Ja, Portugal komt er weer bovenop. Een tijd leken wij uitgeblust, maar Portugal is weer een reizende ster. We gaan weer naar boven. O Portugal, zo oud, maar o zo goud. Curva para, as vagabundas, vencedores. Dank u wel. Dank u wel. De volgende spreker is de delegatieleider van Roemenië. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Ons land is gestolen geweest. Na de Tweede Wereldoorlog nam het Rode Leger de macht over in ons land. En dwong Roemenië tot het protectionisme en het communisme. Dit heeft de groei en de ontplooiing van Roemenië belemmerd. Maar het Roemeense volk is sterk, hardwerkend en daadkrachtig. Dit communistische regime werd dan ook tijdens de volksopstand verworpen. Sindsdien zijn er in Roemenië gestaag vooruitgangen geboekt. Afgelopen jaar waren we land met de grootste economische groei binnen onze Europese Unie. Roemenië haalt haar opgelopen achterstand in rap tempo in. Momenteel staan we op het punt tot toetreding in de eurozone en het Schengengebied. Daarnaast zijn we het
Land dat het voorbeeld is voor andere landen die kampen met corruptie. Na de volksopstand was de corruptie in Roemenië enorm. Maar door het actieve programma tegen corruptie wordt het fenomeen snel verleden tijd in Roemenië. De successen die dit programma met zich meebrengt zijn te zien in bijvoorbeeld de hoge, grote lijst met hoge functionarissen die hiervoor al berecht zijn. Helaas, zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel hebben meegekregen, zijn er de afgelopen tijd protesten geweest tegen de Roemeense regering. Deze kleine groep radicalen beweren dat onze democratisch gekozen regering corruptie in de hand probeert te werken. Maar laat ik duidelijk zijn, hier is totaal geen sprake van. Er wordt nog steeds hard opgetreden tegen corruptie en we zijn nog steeds een voorbeeld voor andere landen hierin. Per 1 januari 2019 zal Roemenië de voorzittersrol krijgen van de Raad van de Europese Unie. Onze visie zal ons een geschikt land maken om deze rol te bezetten. In deze tijden van wereldwijde instabiliteit zien we namelijk het belang van een sterk en een verenigd Europa. Grote uitdagingen komen op ons af, zoals bijvoorbeeld het opnieuw opkomen van protectionisme in de wereld, de groeiende ongelijkheid, de vluchtelingenstroom, de opkomst van populisme, de vergrijzing in Europa, het veranderende klimaat en de groeiende onveiligheid. Allemaal zaken die we kunnen oplossen, zolang we dit samen doen, samen als een Unie die aandacht heeft en zorg draagt voor elke lidstaat. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de delegatieleider van Slowakije. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Kijk eens om u heen. Steile, nauwelijks te bereizen bergpassen, furieuze watervallen, kalme bergmeren en ontelbare kronkelende riviertjes. Ziet u ze ook? Graag neem ik jullie mee naar waar ik me momenteel bevind. Op zo'n 7500 voet hoogte, waar de sneeuwkruin van de Krivaan door de wolken heen boort. De rots- en granietberg verheft zich ver boven het watervlak van welke zee dan ook. Ziet u het voor zich? Dit magische, schilderachtige landschap? Dat is de trots van ons land. De trots die we graag met alle lidstaten van de Europese Unie delen. De trots die we op onze eerste euromonte mochten vereeuwigen. De euro, met de Krivaan erop, dat staat voor een prachtige start voor Slowakije. Door deze munt en tevens de volledige verbondenheid met de Europese Unie is Bratislava, onze hoofdstad, uitgegroeid tot economisch knooppunt en internationaal op de kaart gezet vanwege goede banden met Praag, Wenen en Budapest. Slováci ožijú, ofwel de Slovaken zullen herleven. Dit is een passage uit ons volkslied, dat geschreven is in 1844. Kennelijk hadden wij Slowaken destijds al op een ommezwaai gehoopt, waardoor we met een vernieuwde visie de toekomst tegemoet konden gaan. Deze herleving werd op 1 mei 2004 werkelijkheid. We mochten ons vanaf dat moment met trots lidstaat noemen van de Europese Unie. Maar goed, volgens mij ben ik afgedwaald. We waren over de Krivaan aan het trekken. De Krivaan, waar tientallen kruisen in de grond genageld staan. 200 jaar geleden maakte christelijke dagelijks deze zware kilometerslange tocht richting dit pelgrimsoord. Dezelfde tocht die wij nu ook maken. Tegenwoordig is de beklimming een jaarlijkse traditie. We herdenken hiermee de Slowaakse nationale opstand van 1944, waarin we streden voor onze vrijheid tegen het autoritaire regime. Ondanks dat we deze opstand toen verloren hebben, zijn we onze strijdlust niet kwijtgeraakt. Wij staan voor een sterk Slowakije binnen een nog sterker Europa. Dit kunnen we enkel bereiken door goede afspraken te maken en onze krachten te bundelen. In de verte zie ik een wit met rode vlag. Polen.
We naderen het einde van onze koers. Vanuit dit verbluffende landschap wil Slowakije iedereen succes wensen bij de onderhandelingen voor een toekomstbestendig, democratisch en verenigd Europa. Dank u wel. En als laatste is dan het woord aan de delegatieleider van Spanje. Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. Ten eerste wil ik graag even iedereen kort bedanken die het mogelijk heeft gemaakt voor ons allen om hier te zijn vanmiddag. Samen met mijn delegatieleden uit Noord-Holland vertegenwoordigen wij dit jaar Spanje. Spanje was een van de grootste drijfveren in de wereld met de internationale handel. En naast internationale handel hebben we ook niet veel meer nodig gehad om een enorm sterke economie op te bouwen die voor jarenlang staande is gebleven. Vanaf het moment dat wij uitvonden hoe wij schepen moesten bouwen, hebben we dit geperfectioneerd tot aan de Industriële Revolutie toe. En we hebben hiermee een immens koninkrijk gecreëerd. Deze snelle en constante vergroting heeft ervoor gezorgd dat wij tegenwoordig een immens rijke en volle cultuur hebben. Denk dan aan dans, kunst, muziek, sport, eten. Zoals koper in het bloed zit van hun, zit scheepsvaart en handel in die van ons. In onze handelsrijke historie hebben wij ook heel snel een belangrijke les geleerd. Samen staan we sterker. Maar dat is nu genoeg over de geschiedenis. Nu wil ik het graag hebben over de toekomst. Deze sterkte door samenwerking is sinds de vorming van de Europese Unie alleen maar groter geworden. En ik hoop dat in de toekomst wij allemaal kunnen zorgen dat deze samenwerking nog sterker zal worden. Deze samenwerking heeft ons ook en onze ruim 46 miljoen inwoners de kans gegeven om de welvaart die wij hadden bereikt te delen met onze Europese lidstaten. Deze samenwerking heeft gezorgd voor onbreekbare vriendschappen en ontelbaar veel mogelijkheden. Maar dat de Europese Unie in bijna alle opzichten goed is geweest voor Spanje, betekent niet dat er niet verbeterd kan worden. Daarom zijn wij hier deze week, in de Eerste en de Tweede Kamer. Zoals al eerder was gezegd, cooperation is essential. En ik ben het daar compleet mee eens. Ik hoop dat wij deze coöperatie kunnen gebruiken om verder deze week en voor de rest van ons leven de beste mogelijke oplossingen voor onszelf en voor de rest van de Europese Unie kunnen implementeren. Ik wens u verder allen een hele fijne en productieve week toe en ik dank iedereen voor uw aandacht. Veel dank voor al deze mooie speeches. Ik denk dat het veel goeds belooft voor de komende 2 dagen. Ik wil nu graag het woord geven aan Michelle de Groot en Niek Blok. 2 MEP-alumni die jullie over een speciale gebeurtenis van morgen gaan vertellen. Gaan we samen staan? Pas weer op. Geacht presidium, parlementariërs en overige aanwezigen. Het is bijzonder dat wij hier mogen staan. Ik zat hier zelf in 2014, we hebben het net nog even nagerekend. Mijn naam is Niek en ik heb ook ooit zelf meegedaan aan het MEP. En dit is Michelle. Ja, ik ben Michelle. Ik heb hier in 2010 gezeten namens het Verenigd Koninkrijk om na te denken over emissierechten. En wij hebben eigenlijk iets voorbereid wat met de toekomst van het MEP te maken heeft. En daar hebben we jullie ontzettend hard voor nodig. Dus luister goed. Het MEP is iets wat jaarlijks georganiseerd wordt hier in Den Haag. Door de hulp van het Montesquieu Instituut en door MEP Nederland. En dat gaat nu al heel veel jaren supergoed. En dat doen we met onmisbare steun van de Eerste Kamer, dat we hier mogen zitten, van de Tweede Kamer en van allemaal mensen die het MEP een warm hart toedragen. Maar we hebben ook jaarlijks geld nodig om jullie een bed te geven in het STOK en alles ook te kunnen regelen. Nou wil het zo zijn dat er een subsidie was, altijd vroeger voor het MEP, geld, dat kwam uit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En die subsidie is gestopt. Dat betekent dat we nu met heel veel werk en met heel veel inzet van al jullie docenten, van al jullie scholen, hier alsnog het MEP hebben. Maar het betekent ook dat er in de toekomst wel geld nodig blijft om dit altijd mogelijk te blijven laten zijn. Daarom hebben wij een
ja, eigenlijk iets voorbereid, een motie, een idee om de Tweede Kamer ervan over te overtuigen dat wat we hier doen, het MEP, wat jullie doen, dat dat voor altijd moet blijven staan. En daar willen jullie natuurlijk allemaal heel graag aan bijwerken en aan meewerken. En daar gaat Michelle jullie over vertellen hoe dat kan en hoe dat gaat gebeuren. Ja, want dat kan natuurlijk. Jullie kunnen ons allemaal helpen daarbij. Vanavond in de Stay Okay is de lobby sessie, zoals jullie allemaal zullen weten. En daar komen wij ook langs met onze lobby. We hebben een motie geschreven. Hier zie je alvast de flyer die jullie allemaal zullen ontvangen. Maar we hebben hem ook op een heel groot canvas laten drukken. En dit canvas fungeert als een soort petitie. Die mogen jullie allemaal tekenen vanavond, als jullie het daarmee eens zijn tenminste. En we hopen dat jullie dat zijn, want hoe meer handtekeningen, hoe meer gewicht de motie krijgt. Dus hoe meer gewicht het ook voor de Tweede Kamer heeft, dat, nou ja, 250, 300, met hoeveel zijn we hier, jongeren het heel belangrijk vinden dat dit project jaarlijks kan plaatsvinden. Morgen zal de overhandiging van deze motie plaatsvinden aan de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Die zullen langskomen tijdens de plenaire vergadering. En we gaan deze motie, het canvas wat jullie hopelijk allemaal getekend hebben, gaan we dan ook aan hen overhandigen. Dus we hopen dat jullie allemaal het met een warm hart toedragen. Ik gok dat dat wel goed zit als ik jullie allemaal zo zie zitten hier. Dus wij hopen, tenminste ik hoop je vanavond te zien bij het canvas en je handtekening te mogen ontvangen. En als jullie dan donderdag allemaal bezig zijn met resolutiebehandelingen, dan op een gegeven moment gaan jullie een van ons zien. En dan weet je, oké, nu komt zometeen de commissie onderwijs. Dan komen er Kamerleden die gaan naast jullie zitten in de zaal van de plenaire vergadering. En dan gaan we daar met de Tweede Kamer laten zien dat het MEP behouden moet blijven. Dus teken vanavond de petitie, teken de motie. Je krijgt ook een flyer als je hier op het Binnenhof loopt en je ziet, ik zag al de delegatie Limburg volgens mij met de koezel op de foto gaan. Geef hem dan ook de flyer, red het MEP. En dan gaan we dat samen doen. En dan kunnen we hier volgend jaar weer zitten. En misschien over 5 jaar sta je dan wel hier te vertellen. In 2018 zat ik hier en toen heb ik samen met al mijn medeparlementariërs het MEP de toekomst teken gered. En dat, daar gaan we voor en dat gaat denk ik helemaal goed komen. Dank jullie wel. Veel dank en heel veel succes morgen, allemaal tekenen. Ik geef nu graag het woord aan Lisbeth Wijs van het Montesquieu Instituut voor een aantal huishoudelijke mededelingen. Voorzitter, parlementariërs, geachte aanwezigen. Ik hou het kort. We zijn al een poosje bezig en ik denk dat iedereen het fijn vindt om ook weer de frisse lucht in te gaan en om met elkaar de delegatievergaderingen te starten. Ik ga een paar dingen kort behandelen en graag even goed opletten nog. Het Stay Okay, daar logeren jullie allemaal. Ga daar niet 's avonds alleen over straat zwerven, want het is een omgeving die vlakbij een slechtere buurt in Den Haag zit. Houd er ook rekening mee dat als je wilt roken, dat je op het terras rookt en niet voor op straat gaat staan. Morgenochtend hebben jullie vanaf 7 uur ontbijt. Dringend advies aan jullie om iets te eten, want we hebben morgen door een ingedikt programma geen koffiepauze. Dat betekent dat we 3 resoluties achter elkaar behandelen en dan een half uur tijd voor de lunch hebben. Morgen vertellen we jullie daar meer over, maar hou daar rekening mee dat je ontbijt. En ga niet allemaal tegelijk om 7:45 ontbijten, want dat haal je niet. En jullie moeten om 8:00 bij de Tweede Kamer zijn. Ja? Bij de Tweede Kamer moet je je badge opdragen, zichtbaar. Jullie hebben hem allemaal. Verlies hem niet, want dat is je toegangsbewijs voor de komende 2 dagen. Het was hier al nodig en ook voor de lunch en voor de maaltijd na afloop. De spullen die je niet per se nodig hebt morgen, die laat je in het Stay Okay. De beveiliging op het Binnenhof is heel erg strikt. Daar hebben jullie nog geen last van gehad, maar morgen gaat dat wel. Dus je gaat door een scanstraat waarin ook alles wat scherpe voorwerpen is, zeg maar, wordt ingenomen en ben je kwijt. En je wordt dus ook verzocht om niet met grote tassen te lopen. Er zijn een paar lokkers, niet voldoende voor jullie allemaal. Dus als je een lokker nodig hebt om wat spullen weg te leggen, deel dan een lokker met z'n tweeën. De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep, die komt morgenochtend openen. Dat betekent ook dat we net als nu stipt om 9:00 ruimte daarvoor hebben ingebouwd. En dat betekent dus ook dat we echt stipt om 9:00 beginnen. Ze heeft behalve haar toespraakje voor jullie ook ruimte geboden om een paar vragen te stellen. Dus als je iets wil weten van mevrouw Ariep, weet dan dat je dat morgen kunt vragen tijdens die
korte meeting. Donderdag, compact vergaderschema, dat betekent dat we wel vroeg klaar zijn. Dus om 3:15 moeten we klaar zijn in de zaal waar we morgen vergaderen. En dan zit er nog wel de mogelijkheid om daar aansluitend iets op te doen, vertellen we morgen. De coördinatoren zitten boven. Dringend verzoek om dadelijk in de hal beneden de resolutie- en programmaboeken in ontvangst te nemen. En aan alle Europarlementariërs het verzoek om die buiten op het Binnenhof in ontvangst te nemen bij je coördinator. Als laatste, jullie gaan dadelijk als groep, als geheel op de foto. Dat doen we op de trappen voor de ridderzaal. Zet je tassen en spullen naast die trap van de ridderzaal en niet ergens midden op het plein, want zoals je begrijpt is de beveiliging onrustig als die overal rondslingerende tassen ziet en niet weet van wie die tas is. En we over pakweg een kwartier maken we die foto. Ik wens jullie allemaal een hele goede voortzetting van de week. De voorzitter noemde het al, we hebben mooie landenspeeches gehad en wij kijken uit naar de debatten die jullie morgen gaan voeren. Goede MEP-conferentie verder. Dankjewel, Lisbeth. Dan wil ik jullie tenslotte allemaal ontzettend veel succes en plezier wensen de komende dagen. Ik weet zeker dat jullie leerzame en superleuke dagen tegemoet gaan. Ik hoop dat jullie er iets moois van maken in de Tweede Kamer. Dat jullie de Kamerleden laten zien wat de toekomst allemaal in petto heeft. Dank aan de organisatie dat ik hier vanmiddag mocht zijn. En dan verklaar ik nu officieel de 30e Nationale MEP-conferentie voor geopend.